Raymond van Barneveld staat na de breuk met Sylvia weer op goede voet met de moeder van zijn kinderen. Nu de scheiding in harmonie kan worden afgewikkeld, maakt de darter alweer nieuwe trouwplannen met zijn jonge vriendin Julia. Ik heb altijd gezegd, ik trouw nooit meer. Maar daar ben ik op teruggekomen. Komt er ook nog een baby? Na een maandenlange oorlog met ex-Sylvia lijkt de rust in het leven van Raymond van Barneveld te zijn teruggekeerd. De 52-jarige darter presenteerde vorige week in Sir Winston Party Centrum in Rijswijk zijn biografie Game Over, in het bijzijn van zijn vrienden, ouders en nieuwe liefde Julia Evans, 35. In het boek is Raymond bijzonder openhartig over zijn depressies, tegenslagen en de breuk met Sylvia, de moeder van zijn kinderen. Toen het boek naar de drukker ging sprak Raymond al maanden niet met Sylvia, maar daar is nu verandering in gekomen. Er zijn inmiddels goede afspraken gemaakt, vertelt Raymond aan Story. Sindsdien praten Sylvia en ik weer met elkaar. Dat is fijn. Mijn kleindochter werd vorige week 2 en dat hebben we in een café gevierd. Sylvia en ik hebben samen aan de bar gestaan. Op papier zijn we nog getrouwd, maar de scheiding zal in de loop van volgend jaar worden afgewikkeld. Nu Raymond en Sylvia nader tot elkaar zijn gekomen, heeft de darter zijn jongste dochter Patty, 25, ook kennis laten maken met zijn nieuwe liefde Julia. Al ging dat niet zoals Raymond het aanvankelijk gepland had. Dat was wel ongemakkelijk, want Julia en Patty ontmoetten elkaar zonder dat ik erbij was. Ze waren allebei aanwezig bij mijn wedstrijd in het AFAS Live in Amsterdam. Maar op het moment dat ze elkaar de hand schudden, was ik me aan het voorbereiden op mijn wedstrijd in de ingeruimte.